Sleutel van mijn kamer. Pas goed op dat er niemand binnenkomt. En wie zo waar ik er ben, zei Slimme Toon. En hij duimde de tovenaar maar tot hij achter een heuvel verdwenen was. Toen rende Slimme Toon de trap af en liep op een bolletje het donkere bos door naar het kasteel, waar hij zich bij de koningszoon liet aandienen. Wat kom jij hier doen? Vroeg de oudste koningszoon. Ik ben de knecht van de tovenaar, zei Slimme Toon. En ik kom jullie vertellen hoe je voor één zak goud de magische klok kunt krijgen. Als jullie mij die zak goud geven, dan zal ik de deur van de kamer van de tovenaar open doen. Dan kunnen jullie de klok gewoon meenemen. Hoera, riepen de zes koningszonen. En toen ze hoorden dat de tovenaar op reis was, nam een van hen Slimme Toon voor zich op zijn paard en reden met z'n allen in galop naar de toren van de tovenaar. De koningszonen pakten daar de gouden wijzers, de wijzerplaat, de zes ruitertjes en de bel op hun paarden en reden terug naar het kasteel. Slimme Toon begon hard te werken. Hij metselde de wijzerplaat in het torentje van het kasteelplein. Daarboven kwamen de ruitertjes en helemaal op het dak van de toren maakte hij de bel. De koningszonen keken hun ogen uit. O, wat een mooie klok was dat! En ze hadden veel plezier dat ze die goede tovenaar zo lelijk bij de neus hadden genomen. Toen de klok klaar was, ging de koningszoon naar het open. Blaas maar, zei Slimme Toon, als u eerst wat ziet. Dat deden ze, en ja hoor, de wijzers van de klok begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de mis. De bel begon niet te rijden. Hoe ze ook bezig, de bel. De koningszonen vreed zo boos op zijn toon. De taal was het mooiste van die dag. Maar de toon had het wel gezien. Thank you.